voorzitter, mevrouw Faber als minister van Asiel en Migratie zal zich vol inzetten om te zorgen dat ze met de gemeente en ook met de lokale gemeenschappen echt alles zal doen om te zorgen dat er opvangplekken komen voor asielzoekers, voor de mensen die dit land bereiken. Daar kunt u echt van op aan. Dat is een inzet van dit kabinet. Dat is ook de inzet van de vier partijen die het hoofdlijnenakkoord hebben gevormd. Dus dat is essentieel en ik hoop en ik reken en ik verwacht medewerking van alle gemeenten in Nederland om dat ook daadwerkelijk mogelijk te maken. De heer Omtzigt. Dank voor het heldere antwoord. Behalve het Groningen dossier is er ook het toeslagendossier en de premier had het daar net al over. En er ligt hier een aangenomen motie van de hele Kamer die het nieuwe kabinet verzoekt om met een uitgebreide delegatie in overleg te gaan met de toeslagenouders nog voor de opstelling van het regeerprogramma. En mijn verzoek zou zijn om dat het liefst met de vicepremier en minister van Financiën op te pakken. Zodat ook een en de staatssecretaris van Rechtsbescherming die aankijkt, ja, die moet daar ook bij zijn in verband met toch een groot aantal uithuisplaatsingen. Mijn verzoek is om dat spoedig op te pakken. Lukt dat? Meneer de voorzitter, de heer Omtzigt vergeet nog de staatssecretaris van de toeslagen. Nee, maar het is toch belangrijk om haar ook even te noemen. Mevrouw Aschenbach heeft daar echt de lead in. En zij bepaalt met ons op welke manier wij snel dat zullen doorlopen. Ik kan u op dit moment nog geen timing geven. Ongetwijfeld zal dat snel onderdeel vormen van de gesprekken die we in het kabinet hebben. Dank. Ik ben me bewust van de snelheid die daarvoor noodzakelijk is. Ja, dank. De oplossing zal niet binnen een week of maanden gevonden worden, maar het gesprek aangaan met deze toeslagenouders is belangrijk. Dank daarvoor. In het regeerprogramma had ik in mijn inbreng drie dingen gevraagd. U heeft een kleine zin gezegd over het mensbeeld en het mensbeeld is best belangrijk. Dat zagen we ook net een beetje in de discussie die hier in de Kamer is. Hoe kijken wij tegen mensen aan? Hoe keken wij aan tegen de Nederlandse samenleving? Ik denk dat het heel belangrijk is dat het kabinet zich daar een mening over vormt. Hoe men tegen gemeenschappen in de samenleving aankijkt, hoe men tegen individuen aankijkt, hoe we als overheid mensen benaderen. Dat is namelijk ook een van de dingen die misgegaan in toeslagenschandaal. Dus een van de dingen die eronder ligt over het debat over godsdienstvrijheid. Dat mensbeeld is heel centraal. Dus mijn verzoek is, wilt u in dat regeerprogramma een halve pagina over het mensbeeld schrijven en nog twee stukken die ik ook gevraagd had, iets over de arbeidsmarkt, die ongelooflijk krap is, terwijl er allerlei opgaven zijn in de zorg, in het onderwijs, in de energietransitie. En iets over de lead in de energietransitie. Want die loopt op dit moment helemaal knettervast met geen elektriciteitsaansluiting kunnen krijgen, waardoor je bedrijf of je huis niet gebouwd kan worden of wat dan ook. Meneer de voorzitter, ik zeg de heer Omtzigt graag toe, zeker met betrekking tot de arbeidsmarkt. Want dat is een cruciaal onderdeel, denk ik, überhaupt voor alles wat we willen bereiken over de arbeidsmarkt. Zich zodanig ontwikkelt dat er ook daadwerkelijk mensen zijn om dingen te doen. Met betrekking tot de andere onderwerpen hoop ik dat hij mij de ruimte geeft om daar ook in het kabinet eens even naar te kijken wat we daarin kunnen doen. Want ik wil dat regeerprogramma echt niet te zwaar beladen. Want het is al een tour de force om het regeerprogramma te maken. En zo'n half A4'tje klinkt heel eenvoudig, maar u weet beter dan wie dan ook dat dat best wel ingewikkeld is om dat vervolgens ook in concrete teksten om te schrijven. Dus ik zeg u dat nog niet toe en ik bespreek dat in het kabinet. Ten slotte. Dat zie ik toch als een toezegging om in het kabinet te bespreken en kijken wat mogelijk is. Ik heb niet gezegd dat dat eenvoudig is, maar ik denk dat het zou kunnen helpen om als regering, gezien de discussie die we hier nu het eerste uur aan het voeren zijn, om de discussie daar af te ronden. En dan ook over te gaan tot de discussie wat we met Nederland willen. Want iedereen die op dit moment voorzitter naar het debat krijgt, die zou kunnen denken dat dit debat over tweets gaat, dat dit debat over individuele uitspraken gaat. Maar ik hoop dat het kabinet keihard aan de slag kan gaan met het uitwerken van problemen in de zorg, in het onderwijs, de internationale veiligheid die we hebben. We hebben keihard woningen nodig, zeg ik tegen minister Keizer. Dat woningtekort, dat knelt enorm voor mensen. En dat is wat Nederland van ons verwacht. En ik hoop dat op het moment dat we duidelijk hebben hoe we tegen mensen aankijken die echt op problemen kunnen gaan oplossen. En misschien daar vanmiddag ook nog iets meer over kunnen hebben, voorzitter. Meneer de voorzitter, dat was precies de reden waarom ik grote twijfel had om een toezegging te doen aan de heer Omtzigt. Omdat het denk ik echt belangrijk is dat dit kabinet vol inzet op het realiseren van de doelen. En daarom heb ik net gesproken zoals ik deed. Er zijn nog een paar punten. De heer Eerdmans, die niet onbelangrijke punten overigens, vroeg naar de opt-out.
Ik zou dat graag willen verbreden naar hoe we überhaupt met het Europees asiel- en migratiebeleid gaan doen. Want dat heeft de hoogste prioriteit, het grip op de migratie. Dus we brengen in kaart wat we Europees en internationaal van de migratieafspraken, hoe we dat gaan uitvoeren. En daar maakt op de auto een onderdeel van uit. En we zullen dat op een effectieve en snelle wijze doen. De heer Eerdmans vroeg volgens mij ook naar afrekenbare inzoomtargets. Dat is een discussie die al langer speelt. Maar we kiezen ervoor voor het terugdringen van de migratie, maar verbinden ons niet aan targets. Dan zijn er nog twee punten die ik graag zou willen benoemen. De heer Eerdmans. Voorzitter, waarom wil de premier zich niet verbinden aan targets? Eigenlijk omdat dat enorm ingewikkeld is. De migratie, we willen grip op de migratie. Wat uiteindelijk de grip is die we hebben, we willen het sterk verminderen. Op de verschillende onderdelen, asielmigratie, werkmigratie, studiemigratie. Maar sommige onderdelen zijn volledig beïnvloedbaar, andere onderdelen niet. En daarom verbind ik mij niet aan targets. Ja, ik vind dit zo niet omzicht-like. En ook niet wat wij nu al jaren vragen is van hoe krijgen we die migratie omlaag en hoe gaan we ons daar aan verbinden. Hè? Wat kun je daarvan als doelstelling zetten? Want anders kom je ook niet verder. Hè? Meten is weten, dat kennen we allemaal. Het lijkt alleen maar toe te nemen, dus er moet een keer worden gezegd met zoveel gaan wij dit laten dalen. De Rekenkamer doet het overigens ook met het hele kabinetsbeleid. Dat wordt jaarlijks vastgesteld. Van zijn we op de goede weg, zijn we niet op de goede weg. Hoe kunnen we nou beoordelen dat het migratiebeleid goed gaat, dat het afneemt, die instroom, als wij geen doelen stellen? Meneer de voorzitter, volgens mij kunt u kijken of het goed gaat met het migratiebeleid. Als we op de studiemigratie uiteindelijk constateren dat we de juiste studenten naar binnen halen en dat het ook minder is. Op de kennismigranten, de juiste kennismigranten naar binnen halen in het land waar de economie behoefte aan heeft. Op de asielmigratie, dat die echt sterk verminderd is, zodat we draagvlak hebben en behouden in de samenleving. En met overige arbeidsmigranten op een manier dat ze fatsoenlijk huisvest zijn en dat werk kunnen doen waar Nederland ook behoefte aan heeft. En de totaliteit van de migratie afneemt. Dank daarvoor, voorzitter. Maar het probleem van migratie is nou juist, het overkomt ons. En dat overkomt ons al 20 jaar. Dus je hebt juist die doelen nodig, ook om het hele apparaat, en dat bedoel ik niet alleen de ambtenaren, maar ook het COA en de IND en de hele keten, om die mee te krijgen. In de doelstelling, die migratie moet omlaag. En dus je ziet het ook aan landen die succesvol zijn in het migratiebeleid, het afremmen van migratie, dat die allemaal hele duidelijke targets hebben gesteld. Weten waar ze mee bezig zijn. Dat helemaal doordezend is in die organisaties van op die manier komen we naar beneden. En anders blijft het toch maar een pappen en nat houden en vooral pompen of verzuipen. En daar moeten we echt van af. Meneer de voorzitter, dit kabinet staat voor een streng migratiebeleid. Een streng migratiebeleid wat echt die migratie omlaag zal brengen. Daar zijn we op afrekenbaar. Ik verbind me niet aan targets, maar wel op de inzet om dat te realiseren op de verschillende vormen van migratie die er zijn. En daar, ook langs de lijn meten is weten, kunt u dus ons echt daarop aanspreken. De heer Baudet. Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de premier spreken over het inperken van de immigratie. Maar zoals ik in mijn bijdrage ook heb gezegd, daarmee ben je er niet. Hè? Want als je nul immigratie zou hebben, dan nog steeds worden Nederlanders, gezien de huidige bevolkingssamenstelling, op termijn een minderheid in hun eigen land. Dus je moet eigenlijk ook remigratie hebben. Je hebt een negatief migratiesaldo nodig. En daarom dat wij hebben gepleit voor uitbreiding van het remigratieprogramma. We gaan daar in de tweede termijn ook een motie over indienen. Kan ik een reflectie krijgen van de premier op dat concept, remigratie? Het bestaat al, hè? Nederland heeft al een remigratieprogramma waar we mensen die toch niet aarden in Nederland, niet happy zijn in Nederland, met een migratieachtergrond helpen om terug te keren naar hun land van herkomst, al dan niet met een financiële bijdrage, al dan niet met een opleiding op zak waarmee ze daar een bedrijf kunnen starten of wat dan ook. Maar dus het is helemaal niet iets akeligs, maar het is eigenlijk een hele positieve oplossing voor een mix van volkeren, culturen die heel erg lastig blijkt in de praktijk. Kan de premier daar het een en ander over zeggen? Wat vindt hij van remigratieprogramma's? Meneer de voorzitter, de stelling van de heer Baudet, namelijk dat een negatief migratiesaldo goed zou zijn voor Nederland, is niet wat ik lees in de Staatscommissie Demografie.
Dus daar denk ik is dus ook niet een beleid op gericht om tot een negatief migratiesaldo te komen. Maar wel tot een sterke vermindering van de migratie in het belang van onze economie. Dan hebben we een heel sterk terugkeerbeleid. Daar zet dit kabinet volop in. Ja, maar terugkeer, als ik het begrijp in de terminologie van het hoofdlijnakkoord, heeft betrekking op mensen die uitgeprocedeerd zijn of die niet. Maar remigratie gaat echt over mensen, soms tweede, derde generatie allochtonen in Nederland. Hè, met al dan niet twee paspoorten waarvan je zegt, joh, weet je, hier heb je 50.000 euro, ga terug naar waar je vandaan komt. 100.000 euro, dat is het gewoon waard, hè? Meneer de voorzitter, misschien ook de connotatie die de heer Baudet gebruikt, dus niet de mijne. Als mensen terug willen keren naar hun land, of naar een ander land, ik moet het anders formuleren. Naar een ander land dan Nederland, daar waar ze in geworteld zijn en waar ze zich ook Nederlander voelen, dan staat ze natuurlijk vrij. Maar er zal vanuit dit kabinet niet een actieve remigratiepolitiek vinden. Nogmaals, ik ben premier van alle Nederlanders, de mensen die hier willen blijven, dat is me dierbaar. En die zouden dat ook gewoon moeten kunnen doen. Afrondend. Ik moet even op inwerken. Dus ik heb niet echt een vervolg. Dus de premier zegt dat hij is geen voorstander van uitbreiding van het huidige remigratieprogramma. Begrijp ik dat goed? Dat zeg ik met zoveel woorden, ja. Dat is jammer.